gaan het nu hebben over de internet service providers. Dat zijn de mensen die u toegang geven tot internet. Hoe gaan zij om met blokkades? Met dreigingen, met rechtszaken, met brein, al dat soort dingen. De internet service providers, eigenlijk misschien wel de allerbelangrijkste partijen om het overeind te houden van het internet. Mag ik daarom een hartelijk applaus voor Margreet Verhulst van Access for All en Michiel Bolhuis van Ziggo. Welkom. Ja, Margreet, welkom. Ja, je had al verteld, je bent in je laatste week voor je zwangerschapsverlof, hè? Ja, klopt. Ja, tof dat je er toch nog bent. En kindje kan dan al luisteren, hè? Ja, dus pas maar op wat je gezegd wordt. Ja, het is erbij. Fantastisch. Nou, toch tof dat je er bent. Ja. Michiel Bolhuis, tof dat je er ook bent, van Ziggo. Ja. Access for All. Dat filmpje van die Anonymous, hè, die nare kerel van 16, die dan ook jullie ging lopen bedreigen, terwijl jullie toch zo je best doen voor internetvrijheid. Hoe viel dat bij jullie? Nou, we hebben het wel serieus genomen. Want je kan beter het zekere voor het onzekere nemen. En hè, daar waren natuurlijk wel enige indicaties of dat nou de echte Anonymous waren, of dat het een soort fake iets was. Maar goed, we hebben wel alles in stelling gebracht om zeker te zijn dat we iets zouden kunnen doen als het... Dus ja, zeker voor het onzeker. Ja, bij jullie ook? Of dacht je van flauwekul? Ja, toch nee, zeker voor het onzeker. Tuurlijk, je wil gewoon wel je eigen netwerk altijd zeg maar, beveiligen. Dus ja. Je moet altijd wel opletten. Ja, ja. Oké. Okay. Dat filmpje was naar aanleiding van dat brein. Had een rechtszaak aangespannen dat allerlei blokkades van de Pirate Bay. Daar gaan we het straks nog even uitgebreid over hebben. Maar eerst even die toegang in vreemde landen. Access for All, dat was wel echt heel heroïs toen we dus de Arabische lente kregen. Werd het internet platgelegd in Egypte. Exo heeft een soort van inbellijn toen klaargelegd. En dat was eigenlijk ook een beetje de start voor de Internet Protection Lab. Dat jullie ervoor zorgen dat mensen over de hele wereld toch toegang hebben tot internet. Kun je iets over vertellen, Internet Protection Lab? Ja, het is inderdaad een beetje gekomen van de gedachte van Exo is toegang voor iedereen. En in Nederland hebben we dat inmiddels allemaal wel. En het zou wel mooi zijn als iedereen dat ter wereld zeg maar, heeft. Bij de Arabische lente bleek door inderdaad oude inbelverbindingen ter beschikking te stellen dat je dus gewoon op zo'n moment, ook al was het een simpele oplossing, toch iets kan betekenen. Vorig jaar is toen internetvrijheid eigenlijk door de minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk groot op de kaart gezet in Nederland. En er zijn allerlei mensen bij elkaar gekomen, Hillary Clinton was er zelfs, wat op zich allemaal hartstikke mooi is, alleen wat me opviel was... We moeten zorgen dat het niet alleen maar woorden zijn, maar ook echt daden. En daar liepen nog meer mensen rond die dat zo vonden. Dus bijvoorbeeld Hivos en Free Press Unlimited. Die strijden eigenlijk altijd al voor internetvrijheid en zeker overal ter wereld. Dus hebben we eigenlijk de handen ineen geslagen. En hebben we gedacht, we moeten in actie komen. En daar is het Internet Protection Lab uit ontstaan. En wat we eigenlijk concreet proberen is, zeg maar... Journalisten en bloggers en activisten te zorgen dat zij toegang hebben tot internet als ze op het moment dat ze bedreigd worden. En dat willen we doen door bijvoorbeeld hun trainingen te geven, hoe ze daarmee om moeten gaan, door ze alternatieve verbindingen te geven op het moment dat het misgaat, dus satellietverbindingen, inbelverbindingen en beveiligde platformen, zodat ze inderdaad niet door DDoS-attacks worden aangevallen. Sorry. Demonstreren op die manier kan dus bij hun niet. Ja. Nee, dus dat is eigenlijk het plan wat we hebben opgevat om dat samen te doen. En we werken dan ook met andere partijen samen. Dus we zoeken eigenlijk mensen die of kennis hebben, wetenschappers die onderzoek kunnen doen, andere bedrijven die mee willen doen om middelen inzetten. Maar ook donateurs die gewoon financieel dit mogelijk maken. Want waarom heet het eigenlijk een lab, laboratory? Is het eigenlijk gewoon een service? Een lab is eigenlijk omdat we dus met verschillende partijen werken en dus echt van alles willen gaan doen. Wat het idee ook is bijvoorbeeld Ethiopië is een land waar je op dit moment veel zou kunnen betekenen. Want iedereen denkt meteen aan Syrië of Libië of zo, maar dat is ook best gevaarlijk, dus hoeveel kan je daar doen? Ja. Ethiopië is een voorbeeld van een land zeg maar, in ontwikkeling waarvan je kunt zeggen, nou daar kunnen we ook echt iets. En daar zouden we dus kunnen kijken van wat is daar het probleem, wat kunnen we met al die partijen zeg maar, doen. En aan de hand hoe dat loopt in zo'n land, kun je dus als je het volgende land gaat helpen, het weer ontwikkelen en nog beter doen. Dus dat is een beetje het idee ook van het experimenteel ontwikkeling en dat soort dingen. Ja. Goed, Ziggo is wat minder activistisch, maar natuurlijk ook een hele grote internet service provider.
Maar jullie doen ook maatschappelijke dingen. Hè? In jullie maatschappelijke paragraaf staat een soort award voor open samenleving. Ja, nee, klopt. Nee, we hebben sinds vorig jaar eigenlijk is de prijs voor de open samenleving, de SICO-prijs voor de open samenleving, die is vorig jaar voor het eerst uitgereikt. En dat staat voor eigenlijk elk initiatief wat erop gericht is om de participatie en de betrokkenheid van de burger bij de samenleving te vergroten, te verbeteren. Vorig jaar is die gewonnen door de IDC Weekendschool. Dat is een school die zich richt op het aanvullend onderwijs voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Dus, door middel van beter onderwijs hebben ze betere kansen later. Ook Bits of Freedom was vorig jaar genomineerd. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Dus eigenlijk, het beperkt zich niet alleen tot internet, maar eigenlijk elk initiatief wat de betrokkenheid van de burger kan vergroten. Toegang tot informatie, et cetera. Een andere genomineerde was vorig jaar bijvoorbeeld ProDemos. Dat is een stichting die zich richt op de democratische rechtsstaat. Die geeft heel veel rondleidingen bij de Tweede Kamer. Hoe werkt nou een democratie? Hoe werkt de Tweede Kamer? Dus ook dat soort initiatieven moet je aan denken. En iedereen kan zich aanmelden. En 20 november tijdens het SICO-congres vindt de uitreiking van de tweede prijs plaats. Dus dan, hoeveel krijgen ze? 10.000 euro. 10.000 euro. Ja. En natuurlijk eeuwige aanzien. Absoluut. Okay, ja, absoluut. Hartstikke mooi. Eén ding hebben jullie gemeen. Vorig jaar, misschien heeft het ook al in de krant kunnen lezen, is Stichting Brein, een rechtszaak begonnen in het begin tegen jullie twee, maar ook tegen andere internet service providers. Omdat de Pirate Bay, die kent u misschien wel, dan kun je gratis muziek, films en dat soort dingen downloaden, via jullie bij de mensen thuis kwam. Nou, ze kwamen er niet vanaf hè, om nou al die mensen thuis te gaan bezoeken. Die Pirate Bay die stond ook steeds weer ergens anders. Dus ze dachten, kom, we gaan eens even die ISP's aanklagen. En wat schetst onze verbazing? Ze wonnen. Dus jullie moeten die internetnummers, die IP-adressen van hun blokkeren. Nou, vervolgens namen ze weer een nieuw IP-adres. En nou ja, nu hebben ze het geloof ik ergens in de cloud gegooid. Dus dat is helemaal niet meer te blokkeren. Maar wat ik nou zo fascinerend vind, het internet is eigenlijk iets heel anarchistisch. Hoe kan nou een stichting in Nederland jullie daartoe dwingen? Hoe werkt dat? Nou, juridisch, technisch gezien, maar... Ja. Ja. Ja, we verbazen ons er ook nog steeds over. Op zich is het natuurlijk zo dat de Brein is een stichting die eigenlijk optreedt voor de entertainmentindustrie en in die zin voor private partijen. En hoewel Brein inderdaad in de media het in die zin altijd wel netjes weet te brengen dat het lijkt alsof ze een opsporingsdienst zijn, is dat niet zo. En ja, zij hebben dus voor hun achterban eigenlijk een procedure aangespannen tegen, zeg maar, in eerste instantie Ziggo en daarna ons, om te kijken of die blokkade zou kunnen. En ja, dat kan je natuurlijk in Nederland doen, maar het is wel heel bijzonder. En wat het bijzondere maakt, vinden wij nog steeds van de vorige uitspraak, is dat zo'n private partij ook, kijk, nu heeft de rechter geoordeeld dat we moeten blokkeren, maar in het vonnis staat ook dat Brein, iedere keer als er een nieuw IP-nummer wordt gebruikt of een domeinnaam, dat ze dat kunnen aanvullen. En dan moeten wij dat maar gaan blokkeren. En dat vinden we wel heel vreemd dat in een democratische samenleving zo kan. Dus dat een rechter dat niet bepaalt, maar dat gewoon een private instantie kan beoordelen of iets wel of niet kan in Nederland. Ja. Andere kant van de zaak is natuurlijk intellectueel eigendom. Je maakt als artiest iets of als filmmaker. Daar moet op de een of andere manier voor betaald worden. Hebben jullie bij SICO misschien ook andere modellen dat op een andere manier daarvoor betaald wordt en dat je niet van die vervelende rechtszaken krijgt? Nou, daar richt je natuurlijk wel op. Hè? Van dit is natuurlijk pure juridische procedure. Wat ook van belang is dat je natuurlijk probeert nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Waardoor je dus niet zo'n repressieve maatregel hoeft te nemen, maar dat je gewoon probeert op een andere manier geld te verdienen. Een van de dingen, of een aantal dingen hebben we gedaan. Zo hebben we de SICO Dome natuurlijk recent in gebruik genomen. We hebben de SICO Muziekdienst. Hè. Dus dat zijn allemaal diensten dat je samen met de contentindustrie, samen met de entertainmentindustrie probeert nieuwe modellen te ontwikkelen om op nieuwe manieren geld te verdienen. Dus dat is ook misschien iets meer constructieve bijdrage. Maar goed, het is... Kijk, ik denk dat de meeste mensen zoekende zijn. En dit is in elk geval één. Ja. Nou, bij TechTalk hopen we altijd op hoor en wederhoor. Hè. We willen alle partijen aan het woord laten. We hebben hard gezocht naar voorvechters. Ik heb Stichting Brein heb ik benaderd met mailtjes. Ik heb gebeld. Ik heb ook de Buma Stemra heb ik ook benaderd. Van, goh, zouden jullie hier kunnen komen uitleggen waarom jullie dit doen? En kan het misschien anders? Ik zal je de details besparen, maar de antwoorden kwamen eigenlijk neer op, je bekijkt het maar.
echt niet vriendelijk, laat ik het zo zeggen. Wat verklaart die reactie van dergelijke organisaties? Ik bedoel, willen zij de discussie niet aan? Of? Ja, onduidelijk vind ik. Kijk, ik kan mijn... Je zou dat moeten interpreteren. En misschien dat ze zelf vinden dat ze geen goed verhaal hebben. Of dat ze gewoon de publieke opinie tegen hebben. Want dat is toch het open internet is toch belangrijk. Wordt politiek ook belangrijk gevonden. Dus je wordt misschien niet populair. Ja, dat zou... Wat is jouw verklaring? Ik denk je dat toch beter aan Brein kunt vragen. Maar ja... Nou, je kent ze inmiddels, je hebt wel heel veel rechtszaken met ze uitgevochten. Dus, ja. Ja, nee, ik ken de argumenten ook wel. Maar ik denk dat zij degene zijn die dat zouden moeten beantwoorden in die zin. Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan straks met een muzikant praten. Of er misschien ook andere manieren zijn om toch geld te verdienen aan muziek. Tot slot, als hij of zij straks geboren wordt, gaat natuurlijk ook het internet op. Meestal rond een jaar of 6, 7, 8 beginnen ze wat te surfen. Hoe zal het er dan uitzien? Is het dan nog steeds het vrije open internet? Of is het dan helemaal dichtgetimmerd? Of is het dan een puinhoop? Of hebben we iets heel nieuws? Wat is jouw verwachting voor de toekomst? Ik denk met de blokkades op dit moment, zeg maar, zitten we in een situatie, een soort nek-aan-nek race, denk ik zelf nog steeds. Van aan de ene kant, er wordt gezegd dat downloaden in Nederland zeg maar niet mag, maar dat mag nog steeds. Alleen mag je niet uploaden. Door de overheid een voorstel gedaan om een downloadverbod zeg maar in werking te stellen. Dat zou met zich meebrengen dat je inderdaad ons zou kunnen aanspreken omdat mensen iets onrechtmatigs doen. Maar aan de andere kant zie je ook de ontwikkeling dat bijvoorbeeld een Spotify er is en dat een mooi businessmodel is wat uiteindelijk ook werkt. Weet je, het is de eerste keer dat zoiets gebeurt, dus misschien moeten we nog wel wat wijzigen in dat de rechten toch wat makkelijker geregeld kunnen worden voor dergelijke diensten en de prijs en zo. Maar op zich is dat ook zeg maar iets goeds wat er aan de hand is. Dat blijkt ook uit een rapport wat laatst is uitgebracht. Een file-sharing rapport waaruit blijkt dat dat soort diensten zeg maar toch echt iets toevoegen en dat daardoor mensen minder zeg maar downloaden uit de illegale bron. En ik denk dat wij nu in die situatie zitten dat van welke gaat winnen, zeg maar. Wat jammer zou zijn als je die businessmodellen niet die kans zou geven. Die hebben nog net wat meer ruimte nodig, denk ik. En ik denk uiteindelijk dat iedereen wel zal beseffen dat blokkeren gewoon niet zoveel zin heeft. Want in die zin, ik werk bij Exvol. Ontzettend veel techneuten. En inmiddels weet ik dat technisch zeg maar alles mogelijk is. Okay. Dus ik denk dat in die zin de techniek het altijd zal winnen van wetgeving, omdat dat veel trager is. Dus in die zin ben ik er nog niet zo bang voor. En het zou ook zonde zijn om dit internet stuk te maken. En dat we met z'n allen nieuw moeten beginnen. Maar in die zin ben ik nog hoopvol. Achiel, jouw verwachting, de komende 5 tot 10 jaar, blijft het internet vrij en open zoals het nu is? Of krijgen we meer blokkades? Of wordt het meer rommel? Nou, je ziet internationaal wel dat verschillende overheden natuurlijk allerlei pogingen doen om het internet te reguleren. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben die hele 3 strikes out benadering. Dus als je 1 keer een mp3'tje download, krijg je waarschuwing. En bij de 3e keer wordt je internetverbinding afgesloten. Dus aan de ene kant kan je negatief zijn. Maar ik denk toch dat de kracht van het internet en ook de innovatieve kracht van het internet, nieuwe businessmodellen, uiteindelijk... Ik denk dat wel zal zegevieren in die end. Okay. En wat Margaret ook al zei, met muziek zie je natuurlijk al, met Spotify, met iTunes, dat daar wel de eerste stappen worden gezet richting nieuwe verdienmodellen. En ik denk dat de audiovisuele sector ook wel volgt. Ja. Alleen het heeft wat tijd nodig. En wat trial and error. Hè? Je moet het natuurlijk een aantal keer proberen voordat je het juiste model hebt, denk ik. Okay. Maar je moet denk ik in die zin, om dat nog toe te voegen, echt naar een win-win situatie. En ik denk dat nieuwe businessmodellen voor iedereen zeg maar succes kan betekenen. En blokkades en beperkingen, levert niemand iets op, denk ik. Dus... Oké, gewoon niet doen. Nieuwe businessmodellen. Precies. We gaan ervoor. Hartelijk dank. Margaret Verhulst. Okay. Ja. Michiel Bolhuis. Ja. Ja.